Het fenomeen van Raynaud begint bij koud weer of in een gekoelde ruimte. Soms ook bij heftige emoties, zoals stress of angst. Eén of meer van uw vingers of tenen worden opeens spierwit. U krijgt het meestal aan beide handen of voeten tegelijk. Vaak wordt maar een deel van uw vinger of teen wit. In de vingers of tenen die wit zijn, verdwijnt het gevoel even. Het voelt als dode vingers. Na een paar minuten gaan de bloedvaten in uw vingers en tenen weer langzaam open. De witte vingers of tenen worden dan geleidelijk blauw-paars en daarna rood. Het gevoel komt ook terug. Uw vingers of tenen doen dan pijn, gaan tintelen, prikken en daarna gloeien. Soms kunnen uw vingers of tenen zelfs dik worden. Zo'n aanval van opeens spierwitte vingers of tenen is meestal binnen 5 minuten over. Sommige mensen hebben 1 of 2 van die aanvallen per jaar. Anderen een paar aanvallen in de week. Het komt het meest voor in de winter. De klachten zijn vervelend, maar kunnen geen kwaad. Het fenomeen van Raynaud komt doordat bloedvaten in vingers of tenen plotseling samentrekken. Er stroomt dan even minder bloed door de vingers of tenen. Het kan gebeuren door kou. Dat hoeft niet per se vrieskou te zijn. Het kan bijvoorbeeld ook al bij 10 of 12 graden Celsius. Bij welke temperatuur het gebeurt, verschilt van persoon tot persoon. Het kan ook komen door emotie, zoals boosheid, verdriet of stress. Waarom dat zo is, weten we niet precies. Het kan heel soms ook beginnen doordat uw handen heftig trillen, bijvoorbeeld door te werken met een drillboor of door langdurig te fietsen op een hobbelige weg. Soms komt het zelfs doordat u snel, lang en met harde aanslag typt. Wat kunt u eraan doen? Houd uw handen, voeten en de rest van uw lichaam goed warm. Afkoeling of koude kan een aanval uitlokken. Ook als het buiten niet zo koud is, helpt het om uw lichaam warm te houden. Dat betekent bijvoorbeeld dat u in de lente langer dan andere mensen warme kleding, handschoenen en warme sokken draagt. Rookt u? Stop daar dan mee. Het vernauwt de bloedvaten overal, dus ook in uw handen. Krijgt u klachten bij stress, spanning of angst? Dan kunt u kijken of u daar iets aan kunt doen. Misschien kunt u eens met uw huisarts gaan praten of met een psycholoog. Gebruik geen beta-blokker. Dit middel tegen hoge bloeddruk kan ook bij mensen zonder Raynaud al koude handen geven. Komen uw klachten door werk, bijvoorbeeld doordat u werkt met een trillende machine, bespreek dan of er veranderingen op uw werk nodig zijn. Heeft u bijna elke dag klachten met minstens 2 aanvallen per dag, dan kunt u met uw huisarts bespreken of medicijnen bij u kunnen helpen.